Tenderdice. Daar staat Tenderdice. Nu weet mij. Welkom terug. Het is gewoon gezellig hier. Ze is maar aan het spawncampen. Ik ga voor de attack. We gaan ervoor. Verdomme. Nou. Ik sta tenminste nog boven je. Dat doet me goed. Dat mag ook wel. Ik vind het leuk dat het eerste, tweede, derde, last met een grote L erbij is. Ik zie dit niet als een Tim L, ik zie dit als een de NPC's haten mij L. Oh, moet ik weer met de imp vechten? Oh nee. Nee, je bent aan het levelen, je bent aan het grinden. Ja, maar ik wil niet grinden. Maar je wilt toch levels omhoog? Maar niet op deze manier. Dat je op mijn vakje kan staan en mij weer vermoorden. Ik vind het zo jammer dat we niet moesten vechten met elkaar. Even kijken, wil ik hierheen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat je bij dat monster in de buurt zal zijn. Ik ga niet naar het Colosseum. Ik denk dat ik verdedigen. Joepie. Ah yes, een potion heb ik gewoon, want ik ga niet in één hit dood. Want ik ben level 1. Oh, de koning. Oh. Hallo Willem. Wat zie je er behaard uit vandaag? Die kroon heeft ogen. Is dit de kroon van een nieuw Super Mario Bros? Zijn je niet gewoon robijnen? Oh, geen idee. Ik zag twee oogjes en een mondje in het midden. Wat ik wel oprecht leuk vind, is dat dit een soort van een RPG is die je met elkaar speelt als een party game. Dat is echt ja, wel heel cool. Concept. Heel cool. Zou ik het doodmaken? Je kan het best. Ik denk dat ik het best aan kan, eerlijk. Nou, maar jullie zijn volgens mij beide level 2. En je hebt. Volgens mij heb je gear en zij niet. Ik denk dat het mogelijk is. Ga ik het risico nemen? Funny, doe het voor de funny. We doen het voor de funny! Oh. Oh? Dankjewel! Oh, wat ben je leuk, Willem. Oh, ik kan mijn haar veranderen! Nee, maar je poepje is zo mooi. Oh, Carly, hallo! Oh? Oh? Oh! De pompadour zou ik kiezen. De Johnny Jonko hairstyle. Ik ga voor de haai. Dat is awesome. Wat heb je tegen je poepje? Ik wil geen poep hebben op mijn hoofd, man. Ik denk wel dat ik even een switch ga maken naar de computer, want ik denk dat ik toch een betere frame rate heb gekregen doordat ik in kabel zit daar. Ik vind Mr. Frost niet zo leuk. Hij is de best, zo te horen, dat wel. Ja, dat zegt hij. Ik bedoel, op dit moment is hij wel de beste. Dat is zeker waar, maar dat kan hij niet weten, want dan gaat zijn ego te hoog. Nog hoger dan wat het nu is? Ja, die arme pixie. Die full ego mode. Full ego check. Oh, hallo, waar ben ik? Ik ben in de cave. Je bent in de cave. Oh, dat een vleermuis. Kan ik misschien aan? Dit kan ik nog winnen. Oh shit, M-Guard is een Magic Guard. Dat makes sense. Oh, ik ben dood. Waarom ga je zo snel dood? Die vleermuis is zo blij met zichzelf. Ik wil die kat Gabrielle verslaan. We gaan Gabrielle niet halen. Oh, er is een kans. Er is een kans. Hoppakeetje. 51 Jesus. Damage! Ik bedoel, als je met één hit kan jij er waarschijnlijk ook helemaal, toch? Attack? Oh, ze geeft op! Wat? Waarom geeft ze op? Sure. Nee, ik ga er niet voor geven. Ik ga er fucking bestelen. Geef me geld. I want to die. Oh nee, Matt. Waarom kies je mij? Waarom kies je mij? Hoppakeetje, kom hier. Hier zo, hoppakeetje. Ik heb al je geld nu, wat denk je daarvan? Maar je gaat niet winnen. Ik had opgeven de beste zet is. Hij krijgt ook maar gewoon 8 damage. Stom. Hij wil zijn geld terug. Ja, ik zie het. Hé, is die daar dood van gegaan? Mijn portemonnee is leeg! Ik bedoel, het is allemaal een metafoor. Zonder geld kun je niet leven. We zijn de enige diersoort op aarde die dat probleem heeft. Mijn 15 cent! Hoe moet ik nu mijn Albert Heijn ijsthee kopen? Hé, dat voelt er persoonlijk. Straks hey, valt hij deze guy gewoon aan. Gewoon voor de gek. Val de guy aan, Hans. Doe het. We gaan deze man nooit dood kunnen maken, nog wel. Nee, tuurlijk niet. Hij is zo sterk. Hij is level 5. Oh, je bent er! En ik ging net dood door een level 2. Weet je wel, de Mario en Luigi games. Mensen gooiden vroeger eerst alles op health. Alleen dat was puur per ongeluk. Ik doe dat in defense. Ik hou ervan dat vaak is iedereen die de Mario en Luigi games heeft gespeeld en ik dit gesprek mee heeft gehad, dezelfde ervaring heeft gehad van ik wist vroeger niet dat je het aan kon passen, dus mijn health was heel hoog. Ik weet nog dat ik heel trots was en ik kon andere mensen uitleggen van hey, je wist dat je andere dingen kon kiezen? Nee, no way. Oh, ik kan naar deze shop. Hallo. Oh. Hallo mevrouw. En goede tijd met u, mevrouw. Ik ga even naar deze shop zometeen om underwears uit te checken. Hey, mevrouw, heeft er iemand u wel eens verteld dat u een laag aantal polygons heeft? Want u ziet er scherp uit vandaag. Wat een scherpe opmerking was dat, zegt Tim? Ik vond hem best mooi. What the fuck? I can't have nice things. Ik ben laatste. Blijf van me af. No!
kan het, Tim. Ik geloof in je. Oh, je kan het niet. Je gaat dood. Oh, nee. Hé, hey, ik sta tweede. Ik sta laatst. Deze battles zijn heel hoog, kan ik je vertellen. Ik kom daar zojuist achter. Dus ik zou oppassen. Ja, ik denk dat ik terug moet naar het begin, eigenlijk. Ik vind het hier eng. Hey, tenderize, toch? Tenderize. Tim, jij sukkel. Ja, nee, wie zou die fout nou maken? Niemand. Niemand hier. Mr. Frost zou de fout maken. Mr. Frost maakt die fout dagelijks gewoon. Nee! Oh, ik kies jou niet. Ik kies de fairy. Oké. Hey, het is mijn beurt weer. Wauw. Wat een gezelligheid. We hebben gewoon beurten kunnen spelen. Wauw. Brennerbear! I'm starting to feel guilty about beating you, zag je dat? Ik bedoel, hij weet hoe ver die... Oh. Hij heeft mijn tenderdice! What's up, Hans? My boy. ik kom even chillen. What's up, Hans, my boy? Ik heb er niet twee nodig. Had ik nog iets halen? Nee, tot ziens, Hans, my boy. Ik heb ook geen magic trouwens, want nee, dit is gestolen van me. Tot ziens, Hans, my boy. Maar jij bent toch een wizard, dan zou je toch juist magic moeten hebben? Ja, maar wordt heeft dit gestolen van me, net als jouw tenderdice. Dat is waar. Waarom wil ze deze man steeds niet? Oh, interessant. Oh, dus hij... Ik dacht, waarom heeft hij zo weinig health? Alleen het is gewoon, mensen hebben hem gewoon langzaam opgesmikkeld. Dat is heel handig om te weten. Volgend potje weten we dat beter. Misschien hadden we moeten opletten. Wat? Ja, ze heeft een stad geliberate. Dat moeten wij Hoera doen. Hoera voor dan, Boekan. Dat is hoe je dit is hoe je zeg maar de game wint, door heel veel stadjes te liberaten. Kan ik hem doodmaken? Is Sam niet ondertussen sterker dan ik ben? Nou, dat is geen idee, maar volgens op rode stapjes battle je niet. Pak What's hem, up, Tim. Come on. Je kan dit. Je kan deze simp neerhalen. What's up? Ik hou niet van simps. Haha, ik ben blij. Nu word ik neergehaald, want ik zie Mr. Frost in mijn nek huilen. Boekan is een goede plek om toeristische... Yo, El Bandito. Oh, kijk nou. El Bandito inderdaad, ja. Ik ga counteren. Verdomme. Oh, dat deed niks. Fijn, oké. Okay. Kijk naar zijn stats. Al zijn stats zijn 4. Hallo. Kira? Oké, ik ben nog steeds in battle. Let's go. Met El Bandito. El Bandito. Het leuke is, deze kan is level 1, dus hij geeft je ook amper XP. Yay, hij is neer. Je hebt een kind vermoord. Hij verdient het. What the fuck? Ben je niet een docent? En wat snap Hans? Hey Hans, mijn man. Magma, had ik die niet al een keer gekregen toen gestolen? Oh? Oh? Huh? Oh? Huh? Ja, neem me mee, alsjeblieft. Die texture zat niet eens bijna goed op de UFO gepakt. Hij stukt het bij de UFO. Tot Hij is goed weg. Pardon? Ik ben laatste. Zij vindt het echt leuk om die imps dood te maken. Hij is racistisch. Tegen imps? Ja. Get fucked, Gabrielle. Wanneer kreeg ik mijn naam terug? Ik weet het niet. Misschien moet je daarvoor naar het kasteel gaan. Ik denk dat het is dat je me gewoon even moet healen in het kasteel of zoiets. Oh. Wat gaan we krijgen? Invigorate? Excited. Kijk, dat heb je goed gezien. Ja. Heb je heel goed gezien. Kijk naar die texture, wauw. Wauw. Wat een high quality. Wee. Arm jongen. Cool. Ik ben laatste. Je moet nog een keer met de kobold gaan vechten, man. Waarom krijg ik een debuff? Ik ben laatste. Ik sta heel erg het laatste. Het was ook echt uit het niets gewoon dat je dat kreeg. Man, ik snap het dat de laatste niet per se gespaard moet worden, maar hoe erg ik laatste sta. Kom op. Ja. Ik ben blij met deze game. Ik ben aan het genieten. Ik niet. Nee, cool. Ik wil ook een keer 6 in plaats van 1 of 2. Ik krijg genoeg 6'en. Pickpocket, weet je wel niet wat het eerste woord betekent in dat woord? Waarom ben je zo, Tim? Oppakken. Tim. Waar dacht jij aan? Tim. Waarom? Ja, volgens mij maakte ik er niks vies van. Hoe heb jij zo weinig geld? Wij kunnen allebei niks. Ik ga de hele tijd dood. Ik word beroofd. Ja, maar we krijgen de hele tijd niks. Waarom?